Universiteit moet niet een plek zijn waar je alleen maar je specialiseert of vakidioot wordt, maar waar je als mens groeit tijdens je studietijd. En de studentenpastoraat wil daar zeker ruimte voor bieden. Ik ben hier terechtgekomen omdat ik iets meer wilde dan slechts studeren en deadlines halen. Voor mij is Maranatha een tweede thuis waar ik oude vrienden weer opnieuw zie en nieuwe vrienden leer kennen. I'm not a Catholic. Hi. Michiel said I'm just a open-minded person. I think it's not only a church for me. It's more like a warm place to have a free conversation without any barriers. It's a place where I just meet other people with other perspectives, other point of views. Maranatha is voor een groot deel een huiskamer, waar je gewoon langs kunt komen. Iedereen kan hier gewoon aankloppen, of ze nou gelovig zijn of niet gelovig. Er komen hier meerdere mensen per dag die even willen praten of die gewoon even aankomen waaien. Er zijn studenten die komen bijvoorbeeld alleen in het weekend, er zijn studenten die komen alleen door de week. Er zijn studenten die ook alleen maar met mij regelmatig komen praten, zeg maar, en verder met niets meedoen. Dat kan ook allemaal. Het idee is dat het hier een open huis is voor mensen van allerlei verschillende studies en van allerlei verschillende landen. You can come here anytime you want. Je krijgt hier dus ook heel veel mee van alle andere culturen, zeg maar. Mensen met wie je anders normaal niet zo makkelijk in gesprek komt, komen hier aan tafel zitten, dus dat is wel heel leuk. You can also study here. You can always come here. They give you a library to use. We also do excursions. We went to Amsterdam. In de zomer hebben we fietstochten. Het gaat niet eens zozeer per se om wat je dan als iets moois bekijken, maar als je naar iets moois toe gaat samen, daar leer je van. You also have like more social activities, so you can do a lot of stuff and always find something that suits you. I like Maranatha evening very much. Have a dinner together, and after the dinner we sometimes watch a movie, sometimes listen some music. En als je dat dan samen doet, dat in één keer zeg maar je een nieuwe interesse wakker maakt. De studie is een kans om je te ontwikkelen als persoon. En wordt ook door de universiteit wordt dat bevorderd. En ook dat je dus of een plek hebt, als je dat zou willen, waar je kunt afvragen waar doe ik het eigenlijk allemaal voor. Ja, dat hoort bij onze universiteit. Ik ben van harte uitgenodigd om te komen kijken.